De Oosterpoortflat op de hoek van de Enschotse straat en de Ringbaan Oost is opnieuw beklad met hakenkruizen en teksten. Vorige week moest het appartementencomplex het ook al ontgelden. Ook toen waren er hakenkruizen op de gevel gespoten. Die konden nog voor kerst worden weggepoetst en ook nu was de schoonmaak al snel op gang gebracht. Wie de hakenkruizen op de gevel heeft geklad en wat de reden daarvan is, is niet bekend. Bewoners lieten eerder al aan Omroep Brabant weten dat er sprake is van veel rottigheid, drugsgebruik en illegale praktijken in de flat.